De Eerste Wereldoorlog, waarbij voor het eerst vliegtuigen werden gebruikt, is voorbij. Talloze vliegers en hun vliegtuigen zijn werkeloos geworden. De ondernemende bioscoop-eigenaar Abraham Tuschinski grijpt deze kans en organiseert een vliegshow op de paardenrenbaan Woudestein in Rotterdam. Want het gonst van de ideeën voor de burgerluchtvaart. De door de vliegers Plesman en Hofstee georganiseerde Eerste Luchtverkeer tentoonstelling Amsterdam, de ELTA, trekt op dat moment veel belangstelling. En een paar maanden later zou Plesman de KLM oprichten en de gemeente Rotterdam besluiten om het vliegveld Waalhaven te bouwen. Nieuwsgierig kijkt men naar de cameraman en gaat er even netjes voor poseren. En op verzoek zwaaien natuurlijk even. Het publiek is in grote getale afgekomen op het evenement. Aangelokt door de brallende advertentieteksten, zoals deze. De beste aviateurs zijn gearrangeerd. De Franse vlieger Boulard laat sensationele acrobatiek in de lucht zien. De Engelse vlieger Captain Hincliffe, bijgenaamd de eenoogige duivel, zal demonstreren. Een filmoperateur is op het terrein aanwezig om alle leuke en belangrijke momenten in beeld te brengen. Geheel Rotterdam moet op de film. Ja, want ook voor zijn bioscopen wil hij wat verdienen. En daarom heeft hij Polygon Profilty ingehuurd. Vlieger Boulard staat met zijn vliegtuig, een Caudron G3, inmiddels klaar voor een vlucht. Het toestel was in 1913 door de broers Caudron ontworpen en had een maximale snelheid van 106 kilometer. Een groot aantal van deze toestellen werd in de oorlog gebruikt als verkenner en jager. Boulard hijst zich in zijn overal en vertrekt met een passagier voor een demonstratievlucht. De passagier zit voor de vlieger. Foutje van de filmer. Op de tekstkaart noemt men het vliegtuig een Cadron in plaats van Caudron met AU. Hier maakt Boulard een looping met zijn toestel. In de oorlog had hij een machinegeweer en kon hij met de hand bommen naar het doel gooien. Het splinternieuwe sportvliegtuigje Avrobaby bestuurd door oud-oorlogsvlieger Hincliffe landt. Hij krijgt door Tuschinski een lauwerkrans omgehangen, omdat hij diverse Duitse vliegtuigen uit de lucht had geschoten. Bij een van die gevechten werd hij zelf geraakt, verloor een oog en stortte neer. De Caudron staat klaar voor een vlucht met Abraham Tuschinski als passagier. Daar was die ambitieuze en ondernemende showman wel voor in. De Pools-Joodse Abraham arriveerde in 1904 als 18-jarige analfabeet in Rotterdam, waar hij al snel, samen met zijn vrouw, een pension voor landverhuizers opende. In 1911 begon hij zijn eerste bioscoop, Thalia.
in een voormalige zeemanskerk. Die moest na een jaar echter plaatsmaken voor de bouw van het stadhuis van Rotterdam. Maar hij had de smaak te pakken en bouwde in de Hoogstraat een tweede en groter Thalia. Ook dat ging goed en hij nam het noodlijdende Cinema Royaal aan de Koolsingel over. En daar volgden meer bioscopen. Zo bouwde hij aan zijn theaterimperium dat de bezoekers een avondje uit moest bezorgen in een fijne, luxe sfeer. Op het moment van deze film was hij samen met zijn zwagers Gerstanovic en Ehrlich bezig met de bouw van het Tuschinski Theater in Amsterdam. Een weekend na de vliegshow vertoonde hij dit filmverslag voor het eerst in zijn Thalia. Geen wonder dat hij zich hier apetrots met vrouw en zoon voor het vliegtuig laat filmen. Maar bij het bombardement in mei 1940 verloor hij al zijn Rotterdamse theaters en werd hij in 1942 naar Auschwitz gevoerd, waar hij omkwam.